Sauna? Nou, en of ik me dat nog herinner. Of 21 was of zo. Ik zat niet in, was niet in de stad aangekomen, verhuisd van het dorp waar ik vandaan kom. En ik ging ook een keer naar de sauna. Jongen, jongen. Ik was erop voorbereid. Ben altijd mij verteld, het is er heet, je moet er je dingen doen. En ik kom daar en ze zijn ook inderdaad allemaal bloot. En een beetje beschaamd ga ik natuurlijk ook bloot. En om me heen is het prachtig. Romeins, Grieks, ik wist het niet. Zuilen. Die heerlijke geur van, ja, ik weet het eigenlijk niet, maar een soort pepermunt, salie. Kortom, ik ga dat saunahok in. Het was heet, natuurlijk, want ik was erop voorbereid dat het heet was. En ik bleef zitten. En ik bleef zitten en ik zie mensen in en uit gaan en ook naar mij kijken en zeggen van, moet die man er niet uit? Maar ik bleef gewoon zitten. Ik bleef gewoon zitten. Ik was eigenlijk gewoon doodsbang dat als ik naar buiten zou gaan, dat de deur zou klemmen. Dus daarom bleef ik zitten. Na een half uur viel ik flauw. Ben ik er door de saunameester uitgehaald. Buiten neergelegd. Bijgekomen, plens water in mijn gezicht. Nou, dat was de laatste keer dat ik naar de sauna gegaan was. Laatste keer. Kom er niet meer. Nee. No way. No way. Daarom, ik doe nu tennis. Is ook leuk. Restaurant. Restaurant, ja. Het is dat u mij dan vraagt, maar dat is een tijdje geleden met dat ik was jarig. Ja, krijg je cadeau. Je vrouw en kinderen. Eten in een restaurant. Ja. Met een ster. Dus ik denk, nou ja, Gerard Joling of Gordon of zo zal dan komen, dus ik ga mee. Kom je daarin en popchic. Dat ben ik helemaal niet gewend. Maar popchic. Prachtig. Met posters aan de muur. En met, van Marcello Mastroianni en Sofia Loren. Hè. Ja, die ken ik nog wel. Ja, van vroeger. Maar ja, ga je eten. Prachtig. De master tafelkleedje. En een mooie zilveren tafel. En zo zit je erin. Heel chic. Krijg je een in leer gebonden menukaart. Ja, ik kan er geen wijsheid hoor. Het is allemaal Italiaans. Ik spreek Italiaans. Maar ja, ik doe die maar. Spaghetti met de calamari, geloof ik. Nou, ja. Op zich denk je nou. Krijg je een bord met spaghetti? Zitten er allemaal eendvis tentakels in? Nou, ik denk aan mijn lijf geen polonaise. Dus ik denk van, moet ik dat eten? Zeg ik tegen mijn vrouw. En ik denk, ja jongens, ik wil hier gewoon weg. Ja, zegt mijn vrouw tegen me. Zeg je al? Dan moet je ophouden met dat gemopperen en een beetje dat gezuurpre. Het is een cadeau van je kinderen. En dan ga je eten en dan ga je ervan genieten. Nou ja, dus. Doe je het maar, hè? Ja. Dus, toch een beetje proeven en. Echt best lekker. Best goed klaargemaakt. En stierare tentakeltjes een beetje. Was eigenlijk best lekker, ja. Dus salade erbij en. Wijntje. Dus ik heb toch wel lekker gegeten. Zou ik niet anders zeggen. Dus ja, is toch lekker. Ga er niet nog een keer naartoe hoor, nee. Ik weet niet hoeveel het kost, maar het was duur. Dus volgend jaar gaan we gewoon misschien naar de petit restaurant of zo. Ook leuk. Ja. Dus dat weet ik nog van het restaurant. In het huis. Toch nog maar een plaat van Gerard Joling opgezet. Toch nog een beetje een ster. Boerderij. Oké.
Boerderij, ja. Het is dat u ernaar vraagt. Maar ik kom uit een boerengezin en... zeg altijd maar zo, je afkomst verloochen je niet, hè? Nee. We hadden het daarom thuis. 6 kinderen. Vader en moeder was altijd een beetje sappelen. We hadden het niet breed, dus... één ding heb ik mij voorgenomen. Dat zou mij niet overkomen. Ook al was ik de oudste voorbestemd om... het zaakje over te nemen. Dat... niet gedaan. Nee. Carrière gemaakt in de financiële wereld. Is goed. Veel verdiend. Ja, god ja. Bonusje hier en... te doen is wat, hè. Ja. Dus ik ben nu getrouwd en... heb een tweede huis gekocht. Vlakbij mijn ouders. Leven allebei nog. En mijn broer onder mij heeft dat overgenomen. Nee, ik verdien goed. Prima. Dat is helder. Hè? Alleen in het weekend. Is leuk. Ga ik naar mijn broer en dan zie ik hoe hij eindjes aan elkaar knoopt. En dan help ik hem. En dat is leuk. Leuk. Helpen op boerderij. Ja, gewoon. En dan ben ik blij dat ik maandag weer aan het werk kan. Geld verdienen. Gewoon goed. Prima. Dus, nou ja. Zo, hè. Ach ja, je afkomst verloog je niet. Maar zo hou je af en toe contact. Dus vandaar, ja, boerderij. Verder nog iets? Kerk. Kerk. Nou, dat doet mij deugd dat u het aan mij vraagt. Ik herinner me nog heel goed. Ik was 11 jaar. En het was het moment dat de pastoor mij vroeg om de kaarsen aan te steken. En ik zie dat moment nog precies zo voor me. Ik stek de kaars aan. Het vlammetje gaat omhoog. En ik ruik de geur van kaarsvet. En op dat moment voel ik dat de kerk in mij komt. Ik voel dat ik op dat moment een roeping kreeg. Ik werd dienaar van God. En dat ben ik sindsdien ook geweest. Iedereen die ik tegenkwam. Alle mensen heb ik verteld over mijn roeping. Over hoe God in mijn leven is gekomen. En sinds dat moment, dat ene moment dat ik die kaars rook. En dat ik voelde dat ik de dienaar van God ben. Heb ik het woord van God ook verkondigd. Niet zo'n beetje. Maar aan iedereen die het wel of niet horen wilde. En als er mensen zijn die het niet willen horen, dan zorg ik ervoor dat ze het willen horen, als u dat maar weet. Dus met andere woorden, dames en heren, abonneer u op mijn kanaal. Abonneer u op mijn televisie, hetwoordvangod.nl. En dan zal ik u persoonlijk te woord komen staan. En ik zal ervoor zorgen dat u weet wat God te vertellen heeft. Dus dames en heren, www.hetwoordvangod.nl. Ik zie u daar.